Goeiedag. Goedemiddag. Welkom. Ik ben G. Hi G, ik ben Jorrit. Hoi, welkom Jorrit. Hi. Het was weer nodig? Ja, het was brood nodig. Flink bos met haar. Ja. Hoe lang geleden? Maandje. Feest? Maandje of drie. Oké. Okay. Dus wat mag er gebeuren? Er mag gewoon mooi bijgeknipt worden aan alle kanten. Voorkant net vrij boven de ogen. En, ja. Dat het niet meer zo'n grote bos is. En hierachter in de nek is een soort mat ontstaan. Dus dat ga ik wat inkorten. Maar ik maak het ook weer niet te kort, want je hebt krulhaar. Als ik te kort maak, dat veert weer terug en dan wordt het ietsjes te kort, denk ik. Precies. Nou, je zit voor het eerst in mijn stoel. Klopt. Op een bijzondere locatie vandaag. Mooie brug op de achtergrond. Prachtig, hè? Hoi, ben je een beetje bekend met dit gebied? Zeker. Ja? 26 jaar in Nijmegen gewoond, dus... Gewoond? En je woont er nog steeds? Zeker. Weer. Okay. Weer. Weer? Ja. Want je bent weg geweest? Ja, een jaartje in Utrecht. Oké. Okay. Maar dat was niet zo leuk als Nijmegen? Nee. Nee, te chaotisch, te groot. Te druk. Nee, echt met die reden? Of gewoon klaar met wat je moest doen daar? Allebei een beetje. Ik werkte in Amsterdam en toen ik daar stopte met mijn baan, toen was het ook niet heel relevant om in de buurt van de Randstad te wonen. Ja, ja. Wat heb je gedaan in Amsterdam, als ik afvraag? Tuurlijk. Ik heb een jaar bij een marktonderzoekbureau gewerkt daar. Veel marktonderzoek gedaan voor politieke partijen en non-profit organisaties. Oké. Okay. Maar dat was niet helemaal. Dus na dat jaar ben ik ermee gestopt en teruggegaan naar Nijmegen. Wat is je studieachtergrond? Ik heb sociale psychologie gestudeerd. Ja. En gedragsverandering, ja. Mastervariant. Dat is eigenlijk het toepassen van kennis op groepsgedrag. Okay. Dus hoe kan je nou mensen hun gedrag zo bijsturen dat ze zich op een betere manier opstellen, dat ze minder rotzooi op straat gooien, meer gezondheidsgedrag. Ja, ja. En weer teruggekomen naar Nijmegen. Mm-hmm. Ondertussen? Ja, toen ik terugging naar Nijmegen, toen was het in één keer een beetje een omschreven boek, zeg maar. Ik kon eigenlijk alles kiezen wat ik wilde. Ja. Toen ben ik gewoon wat kleine projectjes gestart, iets met een huiskamerrestaurantje. Airbnb heet die website. Dan kan je eigenlijk bij mensen thuis reserveren voor een diner. Okay. Ik heb tijdens mijn studie altijd gekookt en ook in een restaurant gewerkt. Dus het leek me leuk om dat gewoon heel kleinschalig te doen. Dus je bent ondertussen ondernemer? Ja, daar is het naartoe gegaan. Ja, dit was meer een beetje een hobbyprojectje. Een paar eters gehad thuis. Een leuk vijf gangen diner gedaan. Ja. En ondertussen had ik natuurlijk ook wat geld nodig. Toen vroeg een vriendin van me... ik organiseer een conferentie hier op de Radboud Universiteit. Ja. En daar willen we lunch bij doen. Heb je zin om mee te na te denken over catering? Dat vond ik wel leuk. Want catering is echt een van de leukste manieren van koken. Omdat je vaak bij mensen thuis of op locatie komt en je spreekt de gasten zelf terwijl je kookt. Zeg maar. Ja. Dus toen heb ik ja gezegd. En die conferentie ging toevallig over sociale psychologie. En, lachen. Hoe noem je dat? Een van de grondleggers van de moderne sociale psychologie, zijn Bardo, die kwam daar spreken. Dat is die man van dat onderzoek, misschien heb je er wel eens van gehoord. Ze hebben er ook een film over gemaakt, The Experiment heet die. Zeker. Ik heb de Duitse variant volgens mij daarvan gezien. Ja, dat is Experiment. Ja. Die man heeft onderzoek gedaan naar hoe als je mensen in een bepaalde negatieve situatie brengt, hoe dat ervoor kan zorgen dat eigenlijk iedereen negatief gedrag gaat vertonen. Ook al zijn het eigenlijk best wel normale mensen. Nou, super cool om die gast te ontmoeten. Ja. Dus dat was een extra bonus voor om die conferentie te organiseren. En het eten daar hebben we toen georganiseerd. Voor 300 man. En dat hebben we allemaal gedaan met groenten die niet meer gebruikt zouden worden door een groenteleverancier. En doe je dat dan maar in je eentje? Of was voor 300 man gaat koken? Ja. Dat is flink wat man. Ja. Hoe pak je dat aan? We hebben toen een team samengesteld, voornamelijk vrijwilligers. Een aantal vrienden van mij die hebben ook in restaurants gewerkt. Eentje die heeft koksopleiding gedaan, studeert food design, dus die weet heel veel van eten af. En met hun samen hebben we het hoofdzakelijk gedaan. En nog een aantal vrijwilligers die bij die conferentie kwamen helpen uit de VS, uit Frankrijk. Die hebben lekker 2 dagen lang groenten staan schoonmaken en snijden. En wassen. Doe maar. Ja, en de mensen van de... We hebben het gedaan in de keuken van de Refter. Van de keuken van de universiteit. Dus die hebben zelf ook meegewerkt aan het project. Okay. Ze hadden eigenlijk hun keuken gebruikt om alles te maken. Dat is mooi, want het is een hele grote keuken. Heel professioneel. Jongens, zo even een break. Ik
heb in mijn vingertje geknipt en dat bloedt een klein beetje. Dus niet heel veel, maar ik heb ook geen pleister bij me, dus dat is best wel irritant. Ik heb een pleister in mijn auto liggen. Kijk, mocht er niks vinden. Iets, kijk, dit is gewoon de oldschool manier. Gewoon wat haarlak erop, dat dichte wond. Nee, ik zat in te knippen en toen voelde ik net dat velletje en dacht ik, fuck, als het maar niet gaat bloeden. Hamerwaarde horror edition. Hebben jullie ook een vaste plek waar jullie staan met de catering of een vaste locatie? Nou, in het begin hadden we die niet. Ja. Toen zijn we begonnen te cateren vanuit mijn thuiskeukentje. Ja. Na die conferentie waren er best wel veel mensen die wat wilden doen met dat overgebleven groenteconcept. Ja. Dus toen zijn we daar begonnen met z'n drieën. Ja. Jeroen, Sef en ik. Maar dat is eigenlijk geen doen. Logistiek echt heel lastig om steeds alles naar een huis te slepen. Te weinig koelkasten. Uh-huh. Toen zijn we gaan zoeken naar een professionele keuken die we konden gebruiken. Bij het Honigcomplex gekeken. Yeah. En toen kwam een van de jongens die de conferentie mee organiseerde met het verhaal van ik ga een eetcafeetje starten. Yeah. Vlak bij de universiteit. Hebben jullie geen zin om het mee op te zetten? En okay. Als tegenprestatie mochten we een keuken gebruiken. Tof. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Toen zijn we begonnen met Buur. Ja. Yeah. Zit in Brakkestein, waar eigenlijk bijna geen horeca zit. Nee. Dus het was een wijkinitiatief waar mensen hadden daar eigenlijk gewoon samen gezegd van joh, kan er niet een ruimte hier komen waar je kan lunchen, waar je iets kan eten, maar waar je ook gewoon wat activiteiten kan organiseren. En waar we wat kunnen doen voor mensen die een wat kleinere portemonnee hebben, die dan gewoon ook een hapje kunnen eten. Ja. En dat is eigenlijk helemaal vanuit de buurt opgezet. En daarna hebben ze ondernemers erbij gezocht om het ook een commercieel rendabel iets te maken. Dus het is een beetje een combinatie tussen een wijkcentrum en een eetcafé geworden. En hoe komen die aan jullie groentes? Onze groentes komen van groentegroothandel Roelofsen. Ja. Die levert vooral aan horeca. Uh-huh. En horeca heeft natuurlijk best wel strenge kwaliteitseisen. Ja. Dus als er een keer een wortel is waar het puntje van is afgebroken, dan kunnen ze het gewoon niet meer leveren. Of als een knolselderij te klein is, als een klein plekje op een paprika zit, ja. Dan kunnen ze niet zoveel mee. Normaal gezien brengen ze hun groenten dan naar Artis voor de dieren in de dierentuin. Maar er zijn gewoon heel veel groenten die gewoon goed zijn voor consumptie van mensen. Okay. En daar is eigenlijk normaal helemaal geen doel voor. Dus wij nemen die van ze over. Die leveren ze gewoon met een normale groentelevering mee bij ons. Ja. En dan proberen we daar gewoon iets leuks van te maken. Wat vind jij vooral leuk aan het koken? Wat is nou echt het ding dat je zegt van nou, dat is waarom ik voor het koken heb gekozen en niet zozeer voor je opleidingsachtergrond? Ja. Het leukste aan horeca zelf vind ik de omgang met mensen. Je krijgt gewoon mensen binnen die weten van tevoren niet wat ze gaan krijgen en daarna gaan ze keihard enthousiast weg. Dan heb je een superleuke avond gehad met die mensen. Ja. En het leukste aan het koken en vooral op deze manier is dat je continu dingen binnenkrijgt waarvan je van tevoren nog niet hebt bedacht van wat ga ik ermee doen. En dan bedenkt onze chef iets heel tofs, die maakt er een mooi soepje van of een groentebitterbal of een gekke tapenade en elke keer is het weer iets anders. Dus elke keer, je wordt gewoon gedwongen heel creatief te zijn. Ja. En koken met groenten is toch sowieso al zorgt al voor meer creativiteit dan gewoon een mooi stukje vlees of een mooi stukje vis. Die hebben we ook wel, maar dat is toch een beetje de standaardbereiding, zeg maar. Ja. Ik had onlangs op Netflix heb je Chef's Table. Ik weet niet of je leuke kent. Serie. Kijk. Ja, geniaal. Het is iedere keer als ik een aflevering zie, dan ga ik toch wel snel naar de keuken. En dan probeer ik dat ook een beetje na te bootsen. Maar dat wordt dan een broodje pindakaas met jam, zeg maar. Nee, ik ben helemaal niet thuis in het koken. Barbecue wel, dat is wel mm-hmm. mijn ding. Maar echt de groentes, ja, die gaan bij mij heel snel op de grill. En that's it eigenlijk. Ja, dat is prima, want dan kan je er niet zoveel verkeerd aan doen, toch? Nee, maar geven jullie ook iets van workshops? Ja, we hebben een kookworkshop gedaan en dan een kookworkshop conserveringstechniek. Omdat we het leuk vonden om aan mensen te laten zien van hoe kan je nou de dingen die niet zo super lang houdbaar meer lijken, hoe kan je die eigenlijk langer houdbaar maken. Dus toen zijn we gaan inmaken, en roken, pekelen. Oké, dat doen jullie ook allemaal? Ja, nou ja, op zich doen we in het restaurant nu nog niet zo super veel met overgebleven groenten. Ja. We proberen dat langzaam in het menu te verwerken, maar we hebben wel gewoon een aantal vaste gerechten die op de kaart wisselen. En ja, daar moet je natuurlijk gewoon voor bestellen. Ja. Maar we willen wel rustig aan steeds verder gaan uitbreiden en dat
dat voedselverspilling verhaal. Want dat is eigenlijk wat we proberen tegen te gaan. Wat steeds meer te verwerken in ons concept. Ja, ja. We hebben nu bijvoorbeeld sinaasappelschillen die je gebruikt bij het persen van verse jus. Ja. Normaal gesproken gooi je die gewoon weg, maar wij gooien die in een bak en dan gaat er suiker op. Dan blijft het 2 dagen in de koelkast staan en dan heb je gewoon sinaasappelsiroop. Daar maken we dan weer een verse limonade van. Maar wordt het dan niet heel bitter? Ja, als je het te lang laat staan wel. Maar als je het zeg maar tussen de 6 en de 12 uur ongeveer in de koelkast zet, dan komt vooral de smaak van de sinaasappel eruit en nog niet de smaak van het witte van de schil. Dus daar krijg je gewoon lekkere sinaasappelsiroop. Maar hoe doe je er ook nog wat water bij? Dus suiker en water? Nou, je doet er alleen suiker bij. Ja? En dat trekt gewoon echt de smaak uit de schil. En dat wordt dan vloeibaar. En op het einde maak je er gewoon een sapje van door er water bij te gooien. Oké, dat ga ik zeker deze week nog uitproberen, denk ik. Ja. Hey, ondertussen heb ik een klein stukje geknipt van de lengte. Niet heel veel. Wat ik ook heb bewust gedaan is het natuurlijk oplaten droog. Ik ben niet continu nat gaan maken. Mm-hmm. Om ook te zien wat doet de veerkracht van de krul. Ja. En ik denk dat ik hem vooral niet heel veel korter moet gaan maken. Want hoe korter ik hem maak, hoe meer het richting een bolletje gaat. Ja. Ietsjes in de nek hierin kort zie ik. Ja, daar kan nog een klein beetje af. Wel hè, van de vleugels. Ja. Die mag iets minder. Oké. En de lengte voor is wat prima. Ja, die is lengte. Goed volgens mij. Ja. Als ik het weer over het koken mag hebben, wat eet jij graag? Wat is nou, waar mag je jou s'nachts voor wakker maken? Voor een bord met? Ja, toch wel gewoon een eendeborstfiletje. Een eendeborstfiletje. Okay. En dan moet die dan klaargemaakt zijn? Mooi ingesneden, goed dichtgeschroeid, vetrand een flink stuk krokant gemaakt. En dan nog eventjes in de oven om na te garen. Dat is toch wel ideaal. Maar dan wel... met een lekker stukje groen asperge en bospeen erbij. Geconfijte aardappeltjes. Ja, ik hou toch wel van een beetje traditioneel Frans. Ja. Yeah. Maar Thais kan je me ook elke nacht voor wakker maken. Moet het dan ook nog biologisch zijn, dat stukje eendeborst? Of maakt dat niet heel veel uit? Ja, biologisch vind ik niet het allerbelangrijkste. Maar wel dat er op een fatsoenlijke manier omgegaan wordt met het dier. Ja. Yeah. Dat hoeft niet per se biologisch te zijn. Maar je hebt natuurlijk wel verschillende vormen van kweken of het schieten van dieren. Dus ik vind die beter leven keurmerken toch wel het belangrijkste volgens mij. Want het is niet zo dat jullie in het restaurant volledig op de biologische toer We hebben wel gekozen voor zoveel mogelijk biologisch, maar we willen ook de prijs heel erg acceptabel houden. Ja. Dus het is een klein beetje wikken en wegen tussen betaalbaar inkopen en verantwoorde producten. We zorgen er wel voor dat we alles hier uit de regio halen. Zoveel mogelijk streekproducten. We hebben zelfs walnootolie die bij ons uit de wijk komt. Iemand heeft een walnootboom uit de wijk, in zijn tuin. Ja, walnootolie van Jo. Die perst die zelf en die doen wij bij het brood. Ja. Oh, dat is van hoeveel olie produceert hij? Is dat van één boom? Is dat veel? Een paar honderd kleine flesjes per jaar. Okay. Ja, of de tig kleine flesjes. Ja. We hebben er wel een aantal van gekocht. Superleuk om met dat soort streekdingetjes te werken. Ja, heel leuk. Ja, en met vlees letten we wel altijd op waar het vandaan komt. En dan, mijn filosofie zelf is liever kip dan bijvoorbeeld rund of varken in veel gevallen. Want rund en varken zijn toch wel de twee meest, die hebben de grootste afdruk zeg maar op de planeet. En veel groente en veel vegetarisch, dat helpt ook altijd met de duurzaamheid. Hm. Hey, en waar konden jullie ook weer vinden? In Brakkestein. Het adres is? We zitten op de Kanunnik Meilingstraat. Mm-hmm. Dat is tegenover speeltuin Brakkevoort. Daar zit onze vooringang. Er staat een groot spandoek met buren in de tuin, dus dat kan niet missen. We hebben net het terras staan, dus het is ook wat zichtbaarder geworden naar buiten. Nou, het mooie weer staat voor de deur. Ja. Nou, de achterzijde ook een stukje ingekort. Ja. Wat vind je ervan? Helemaal top. Ziet er goed uit. Mag er nog wat in? Nee, mag lekker zo blijven. Ik dank je voor het gesprek. Ja, het leuke gesprek. Ja. En nu is me zeker een keer in een andere. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.